Gewoon altijd op je strepen staan. Dat is belangrijk. Ja, yeah. Neem jullie mee in mijn leven. Misschien verandert dit jouw leven. Misschien ook niet. Vertel je mijn verhaal. Van mijn kant. Dit is mijn visie. Mijn leven. Levensles. Vrienden, ja. Ik weet niet. Ik ben eigenlijk... mijn cirkel is gewoon klein qua broeders en qua bradas. Maar ik ken heel veel mensen. Mijn connect is gewoon groot. Ik wil niet zeggen dat mijn connect een vriend is. Ik zie veel mensen gewoon als bekenden. En ik zie er maar een paar als een vriend of als een broer. Op een gegeven moment ben je geen vriend meer. Op een gegeven moment ben je familie, weet je. Vaak denk je al te weten hoe iemand in elkaar zit. Ik heb ook mensen, veel mensenkennis. Maar ja, soms zijn mensen gewoon zo onvoorspelbaar. Dat je het allemaal even niet meer weet. Nooit mensen een hand laten pakken als je ze maar een vinger geeft. Omdat mensen onvoorspelbaar zijn. Ook al denk je te weten hoe iemand in elkaar zit. Ik zelf vertrouw alleen mijn ouders. En voor de rest vertrouw ik echt niemand. Dus een vriend, ja. Wanneer is iemand een vriend? Ik vind dat je gewoon... Dat het woord vriend eigenlijk niet eens gezegd mag worden. Dat het gewoon een brada is. Een broer. Een broertje. Een zus of een zuster. Dat het gewoon familie is. Daar hoef je niet dezelfde achternaam voor te dragen. Dachten ik was weg en shit. Maar ik was op de weg en shit. Zoveel obstakels, maar broer, ik ben er nog. Jij niks te verliezen, dus je trekt voor niks. Ik denk na en pak mijn rust even. Ik voel me soms hef in deze kut leven. Dit is voor zij die mij niet stuk kregen. Haters die van elke taart een stuk kregen. 27 november kunnen mensen eindelijk genieten. Met deze album ben ik wel echt volwassener geworden. Het is denk ik ook voor iets volwassener publiek wat er nou bij komt kijken. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn oude publiek verlies of iets. Het is gewoon lijpen van vroeger, maar iets wijzer, zeg maar. Ik wist dat ik al heel veel mensen had geraakt met bepaalde tracks, zeg maar. En dat heel veel mensen lessen uit mijn tracks haalden. Vandaar eigenlijk ook de titel. Het is eigenlijk een verzameling tracks waarvan geleerd kan worden. Of waar een les uitgehaald kan worden. Misschien kunnen dat bepaalde mensen ook doelen kunnen stellen naar deze album. Ik heb veel gezien, veel geleerd, veel meegemaakt. Ik geef dat gewoon mee in deze album. Er zijn ook veel persoonlijke tracks die ik eigenlijk normaal gesproken niet uit zou brengen. Die wel op deze plaats staan. Als je zeg maar mijn intro hoort. Dat is ook de persoonlijkste track die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Dat je nog niet gelijk naar track 2 springt. Maar dat je... nog een keer de intro wil horen om het goed te begrijpen. Het is persoonlijk. Het is mijn favoriet omdat ik het eigenlijk ook normaal gesproken niet naar buiten zou brengen, weet je, zulke tracks. Dat is gewoon echt heel diep. Dat gaat gewoon heel diep. Het is 5 minuten ook zonder refrein, alleen maar tekst, weet je. Hij ziet de fouten die je maakt, dus hij leert van jou. Ik kan steeds meer leven van dit. Ik reken niet op mensen anders, dus reken ik niks. Hoofd omhoog, pak ik ooit de troon. Zet ik hem niet op mijn hoofd, denk dat ik hem verkoop. Jullie dromen dood, zo lopen je dromen dood. Heb respect voor de bakker die zijn brood verkoopt. Heb respect voor de kapper die contouren doet. Want hij haat op niemand, haalt gewoon zijn dood. Ja, zwakte voor mij zijn sowieso tegenslagen. Als ik een tegenslag heb, dan ben ik sowieso even anders. En dan ben ik niet meer zo gefocust op muziek. Als ik tegenslagen heb, een periode, dan weten mensen ook, of dan moeten mensen geen tracks van mij verwachten. Maar horen ze later wel in tracks waar die tegenslagen, hoe dat is ontstaan. Ik ben misschien niet meer zo roekeloos als hoe ik was. Dus ik ben denk ik, ik wil niet zeggen dat ik voorzichtiger ben of iets, maar dat ik wel... bepaalde dingen nu zeg maar niet meer zou doen, die ik misschien 2 jaar geleden wel zou doen. Maar ja, dat heeft te maken met succes. Je merkt dat het steeds wat beter gaat. Je moeder is tevreden, je vader vindt het wel prima hoe het nu gaat, weet je. En ze weten ook allemaal hoe het ging en waar ik stond, weet je. Dus ja, je verandert uiteindelijk positief, niet negatief. Vroeg uit de deur zit die app van je nu pas. Vandaar dat je antwoordt met nu pas. Ik ben geen zemmer als Lucas. Ik ben te echt voor een Judas. Je zegt dat je vaak aan me denkt, maar ik denk dat je niet om me geeft. Vraag me af of je ziet dat ik ren, of je ziet wat ik doe, of je ziet hoe ik leef in de AMG en het lijkt of ik zweef. Nummer is uit, ben weg voor een week, ben je down voor mijn plan, stap in en ga mee, neem je mee naar een plek waar je nooit bent geweest. Mijn ouders zijn voor mij gewoon alles, man. Ze staan gewoon op nummer 1. Dat weten ze zelf ook. En uiteindelijk doe ik dit allemaal voor hun. Ik ben even trots op hun als hun op mij, zeg maar.
En hun zijn ook altijd de reden dat ik dit doe. Voor mij, ik hou ze altijd in mijn achterhoofd bij elke tekst die ik schrijf of elke situatie, positief of negatief, denk ik altijd aan hun. Ik heb een zus, twee zusjes en ik heb een broertje. Ja, mijn broertje is een voetballer, maar hij moet ook zijn best doen op school, dat weet hij ook. Dus af en toe kom ik thuis en dan heeft hij oordopjes in, is hij in slaap gevallen en hoor ik mijn muziek nog uit die oortjes komen, weet je. Ze staan altijd op nummer 1. Mijn moeder support me echt heel erg, je weet toch, en die is gewoon ook heel blij met hoe het nu gaat. Het was niet de bedoeling, maar... Mijn ouders hebben heel veel zorgen gehad, veel slapeloze nachten, veel stress van mij. Dus ik ben van plan het om te zetten in allemaal vreugde. Ja toch, zomaar uit de lucht. Ik heb hiervoor moeten vechten. Wachten op geluk. Ik zie nu een beetje zon, ik heb in de mist gewoond. En probeer me niet te raken, want je mist gewoon. Waterdicht, gesprekken worden gevist gewoon. Ik deed zeg maar heel dom, maar ik wist gewoon... Voor dit album moest ik gewoon even verder gaan nadenken en iets dieper gaan, een stap verder. En daar horen ook featurings bij. Ja, alleen Ismo staat er niet op, maar dat is... Hij was zelf heel druk met zijn eigen project en ik sta wel op zijn album. Er is nooit beef tussen mij en Ismo ontstaan, maar ja, weet je, ik ben gewoon bezig met mijn ding, hij is bezig met zijn ding. En als je elkaar dan 2-3 weken niet met elkaar bent of niet verschijnt op foto's of in een sessie niet meer komt, denken mensen dat je beef hebt. Omdat die mensen allemaal niet weten hoe het echt zit. Maar wij weten dat allebei wel en we zijn niemand uitleg schuldig. Ik heb mijn eigen problemen, niemand die fuck je pijn. Dus ik denk wel dat deze album wel veel schade aan gaat richten. Kijk, iedereen gaat het anders ervaren natuurlijk. Maar ik denk wel dat dit wel is waar mensen wel op gewacht hebben. Dat ze er niet raar van opkijken of iets, dat het tegenvalt of iets. Mensen gaan me goed leren kennen met deze album. En misschien ook hunzelf leren kennen omdat ze zichzelf terug in mijn tracks gaan zien. Ik kijk wel vooruit, maar voor de rest, ja, je moet altijd van dag tot dag leven. Want morgen sowieso niet beloofd, weet je. Lijpen nog steeds, Mattie. Mijn jongens verdwijnen of kunnen camoufleren. Zitten op je huid alsof ze tatoeëren.